Ja, goeiedag en welkom bij deze live uitzending van de Nieuwe Politiek. We hebben twee gasten in de studio van de stichting RFG Expand. En die organiseren vanaf donderdag 23 mei, dus vanaf vandaag, een veelzijdige discussiepraatprogramma. En daar gaan ze wat meer over vertellen. Goeiedag en welkom in de studio. Goeiedag, thanks for having us. Yes. Ja, kunt u zichzelf voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Darrell Richards. Ik ben de voorzitter van Stichting RFG Expand. Mevrouw. Mijn naam is Wenny Zweefhoven en ik ben ook een van de initiatiefnemers van het programma TAKI. Er zijn namelijk ook nog twee initiatiefnemers, de heer Virgilius Baye en Martin Geoffrey, maar zij kunnen helaas niet aanwezig zijn vandaag. Oké, dus jullie starten dus vandaag, wordt het gelaunched, praatprogramma, TAKI heet het. En waarom zijn jullie zeg maar met zo'n programma gekomen, zo'n discussieprogramma? Als ik daarop mag inspelen, of nog, als ik antwoord mag geven op die vraag. We zaten te discussiëren over wat zouden we, kan onze bijdrage zijn om tenminste, vooral het politieke gedeelte, dus de stembusgang, wat zouden we kunnen doen dat de samenleving tenminste een keus kan gaan maken. Allereerst natuurlijk ook gestimuleerd worden om naar de stembus te gaan. 1, 2. En hoe zullen ze een juiste keus kunnen maken? Want meestal wordt er een keus gemaakt op basis van populariteit. En pakketten, sociale zaakdingen. Geen sociale zaken, sociale pakketten die verstrekt worden. En ook nog beloftes die worden gemaakt. Bloze beloftes. En we willen... We hebben gezegd, luisteren, laten we bij elkaar komen, de initiatiefnemers en natuurlijk de mensen van de stichting, dus wij. Let's talk, laten we praten over wat kunnen we doen. Dus zo is het tot stand gekomen. Ja, als ik iets mag toevoegen, heeft al een deel gezegd ervan, dat klopt. Maar ook naar de jeugd toe. De jeugd die straks voor de eerste keer naar de stembus moet gaan. En om dat negatief beeld weg te halen, vooral bij hun, die denken van ik zal niet meer gaan stemmen, want toch gebeurt er niets positiefs en we worden voor de gek gehouden. Politiek heeft zo'n negatief beeld gekregen nu binnen de samenleving. En dat proberen we met deze discussieprogramma's eigenlijk weg te halen, zodat ze nog hoop kunnen krijgen en nog gemotiveerd kunnen worden door die discussieprogramma's. Dat ze naar de stembus gaan, want sowieso je stem is nodig. Als je een verschil wil maken, een deel wil uitmaken van wat er moet gebeuren in jouw samenleving, moet je alvast gaan stemmen, je stem uitbrengen. En dus dat is ook wat ik eraan wil toevoegen. Ja, want oké, jullie hebben dus dan een discussiepraatprogramma. Is het voor iedereen? Werken jullie met speciale doelgroepen? Hoe ziet eigenlijk zo'n programma eruit? We hebben gekozen. Onze doelgroep zijn dus de first, en zei het al, de first voters, de second voters, maar ook de zwevende kiezers. Omdat we hebben gemerkt dat die groep die informatie echt nodig heeft. Toch? Er wordt nu gesproken binnen elke partij, laat me daarmee starten. Elke politieke partij die nu naar voren treedt en in de media verschijnt, praat over hoe georganiseerd en hoe goed, hoeveel potentie en capaciteit en competentie die jongere raden van ze hebben en hun wetenschappelijke bureaus en hun districten raden, noem maar op. Maar we willen natuurlijk weten hoe equipped zijn ze. We willen weten van wie zijn die mensen. Want elke keer zie je alleen de voorzitters, de eerste lijn figuren die naar buiten treden, die in interviews komen, die op de radio verschijnen, of althans in de radioprogramma's komen. Maar we willen ook wel weten van, maar wie is in feite dan die mevrouw X of die meneer Y van zo'n wetenschappelijk bureau? Wat kan hij betekenen wanneer ze straks aan de macht komen? En natuurlijk is het ook voor de politieke partijen een plus, omdat ze dan zo ook hun eigen structuren naar buiten kunnen brengen. En dat is dus om aan te geven wat dus dan die de doelgroep. En we willen daarom, is ons programma zo ingericht, dat we eerst de tweede lijn figuren
van de partijen in beeld willen hebben en uitnodigen. Dus de partijen worden uitgenodigd, de politieke partijen. Maar de, nog niet hoor, de eerste lijnpersonen moeten nog niet, ze zullen komen, 100%. Oh, toch, op verder de verkiezingen zullen ze zeker in beeld komen. Maar we willen starten met die tweede lijn. Laten we zien wie de mensen zijn die de wetenschappelijke bureaus in vaten hebben mensen. Precies, ja, toch? Ja. Laten we zien wie de structuren zijn. Laat me ook weten wie de jeugdcoördinator is, die de mensen moet trekken. Wat weet hij? Heeft hij die capaciteit om straks bijvoorbeeld een DCI te worden? Toch? Want als de partij aan de macht komt. Ja. Toch? En natuurlijk hebben we verschillende onderwerpen waarover we gaan praten. Sociaal, maatschappelijke, natuurlijk. Het is niet een sekspolitiek programma. Ja. Omdat er dus ook alle andere onderwerpen, cultureel, recreatief onderwerpen, zullen we sociaal, maatschappelijk, zullen we natuurlijk naar voren brengen. Maar in dit geval, we praten dus over politiek, zeg ik, van de politieke partijen, hebben dus nu de mogelijkheid, krijgen dus, dat mag ik zeggen, het podium, om, ik hoop niet dat hij boos wordt als ik zijn naam noem. Ik sprak eergisteren met meneer Boksteen en ik zei hem nog van ik wil een woord gebruiken. En hij zei het is een Surinaams, het is een Nederlands woord, je mag het gewoon gebruiken. En dan zal ik het ook gebruiken vandaag. We willen ze wat allemaal in hun mars hebben. Hij toch. dus dat is hem. Dat is hem. In vele woorden is dat het. Misschien heb je een aanvulling. En het is eigenlijk voor zijn straks 25 mei 2024. Maar dat is straks een jaar voor de verkiezingen. Dus vandaar dat we starten met het politieke. Maar we zullen niet alleen maar over politieke zaken hebben. We zullen ook andere onderwerpen naar voren brengen. Oké, okay, want het is eigenlijk wel vrij nieuw. Dat is dan eigenlijk de tweede lijns gezichten krijgen we te zien exactly. In zo'n programma. Ja. Exactly. En dat... Kijk, we hebben een leuze. Ze zijn er, hoor. Ze zijn er. Ja. Ze zijn er, maar ze worden niet echt gezien. Klopt. Ze komen niet echt naar voren, maar ze zijn er. Ja, ze moeten er wel zijn, want als er wetenschappelijk bureau is, als er jongerenraden zijn, dus bestaat de partij mensen. Meer mensen, toch? Klopt. Die, helemaal. En maar dit ook van zeggen, hoor. Ik heb de nadruk gelegd op jongeren. Maar de tweede lijn mensen hoeven niet alleen ook de jongeren te zijn. Dat zijn ook oudere, volwassenen. Ja. Maar die ook niet op de voorgrond treden. Maar soms hebben we niet eens het idee van, wacht even, al die tijd is die persoon ook daar. Daarin precies, staat. Weet je? En die mensen niet. Precies. Ja. En die mensen moeten, vind ik hoor, moeten ook naar buiten komen. Ja. Zodat de mensen, het electoraat, een beeld heeft en weet van, hey, nou, ik had die partij werkelijk niet zo geëquipt gezien. Ja. Maar ze hebben wel wat in huis. Ja. En dat gaat dan maken dat ze dan ook natuurlijk meer volgers hebben. En dat gaat natuurlijk ook, altijd dat is de bedoeling, dat bij de stembus gaan straks, die vorige beweging die we hadden, dit meer ter sprake komt. Ik hoef die beweging niet eens te noemen. Toch? Ja. Die beweging, dat we dus niet op basis van een beweging naar de stembus gaan. Precies. En vandaar ook dat we dus, dan wil ik bijna direct praten over die twee onderwerpen welke die avond belicht zullen worden. Wil jij dat even doen? Ja, de twee onderwerpen zullen zijn natuurlijke hulpbronnen, dat is nu hot item in Suriname, energieafbouw. De energieafbouwsubsidies, moet het nu of moet het worden uitgesteld? En het tweede onderwerp is Suriname op weg naar de verkiezingen 2025. Is het electoraat met nog een jaar te gaan nu al ready voor de stembusgang? Ja, dat zijn mooie onderwerpen. Ja. Dat zijn mooie discussieonderwerpen. Ja. Ze hebben dus, zeg maar, de politieke partijen aangegeven dat ze eraan meewerken. Dus het is eigenlijk al rond, zeg maar, van iedereen is al bezig van alle politieke partijen. Of heeft een politieke partij geweigerd? Nee, we hebben uitnodigingen natuurlijk gestuurd. Maar de bedoeling is, of althans, we nodigen per discussieprogramma 3 politieke partijen uit. We nodigen 3 politieke partijen uit die dan... Hun mensen afvaardigen. We geven natuurlijk ook de onderwerpen weer. Of althans, ze krijgen die vooraf. Zodat ze dus op basis van die onderwerpen dan binnen huis checken van hey, wie is onderricht, wie kunnen we afsturen. En dan worden de mensen dan afgevaardigd. Bij elk onderwerp hebben we ook een ter zake deskundige die wordt uitgenodigd. Die dan een inleiding, korte inleiding houdt die avond. Dus vanavond. Ja. Vanavond is het al. En die dan ook bijval zal plegen tijdens de discussie. Die zal niet actief participeren aan de discussie, maar die gaat slechts bijval plegen wanneer er vaktechnisch en wetenschappelijk er
zaken worden geponeerd die stellingen, beweringen die misschien niet goed onderbouwd zijn of half gefundeerd zijn. Precies. En dan komt die expert en om dan te zeggen van hey guys, hou rekening hiermee. Weet je, dat is internationaal is de norm of I don't know. En dan komt die persoon daarin. Het is gewoon, er is een expert aanwezig. Ik las ook toevallig een naam, Lloyd Groenewald. Ja, Lloyd Groenewald is de discussieleider. We hebben gekozen voor iemand die al, bijna kijk, hij heeft zijn sporen ook al verdiend binnen de radiowezen. Ja, in de media. Ja, hij is journalist. Hij gaat al jaren mee, dus hij weet wel het een en ander. Ervaring over discussieprogramma's, dus hij heeft ons daarmee bijgestaan. Nou, mooi. Ja. Want als ik zo luister, dan denk ik ook van, oké, de mensen kunnen gewoon echt kennis maken met de partijen. In ieder geval een beetje dieper, niet de eerste lijn. Precies, ja. Ja, dus dat is de bedoeling. En een jaar voor de verkiezingen, dat is alleen maar mooi. Want iedereen is zo'n beetje in de war van wie moet ik gaan stemmen? Mensen willen niet stemmen, precies. Jongeren willen niet dat gaan stemmen. Yes, andere mensen zeggen van weer in een andere man die bijeren. Dat die mensen de hoed krijgen in naar de stembus gaan. En ik wil iets aandikken. Het is een objectief programma. Je gaat niet voor mensen denken, maar er zijn gezichten binnen de organisatie die al een politieke kleur hebben. Laat me daar dit van zeggen. Maar we zijn Surinamers. We zijn eerst Surinamers. En daar gaat het om. Dus iedereen heeft een politieke kleur of een geur of zelf een something. Toch? Ja. Maar het gaat er gewoon om. Alle partijen worden uitgenodigd en niet maar worden uitgesloten. Iedereen mag komen. Iedereen zal ook worden gevraagd te participeren. We kunnen er niets aan doen als niet dat men niet wil komen. Maar we zeggen wel, we nodigen ieder is objectief programma. En daarom gaat op Suriname. Het is niet iets een persoonlijk ding of een partij gericht. Ja, het is precies. Over die hele linie. Oké, en waar kunnen mensen dit programma volgen? Het programma wordt in eerste instantie, laat me dit dan zeggen, het programma wordt gehouden aan de Mangrovenstraat nummer 40 bij het restaurant RFG Meet on Coals. En iedereen mag komen, iedereen is uitgenodigd om mee te doen? De bedoeling is dat mensen natuurlijk binnen kunnen stappen, maar het is handig als er een registratie vooraf plaatsvindt, omdat de seatings, we hebben geen plek voor 200 man. Want als plotseling 200 man op je afkomt, dan gaat dat niet werken. Dus we werken natuurlijk, we hebben ook uitnodigingen. De partijen die worden uitgenodigd te participeren, mogen natuurlijk ook met hun afgevaardigden komen dan met een paar mensen die ze ondersteunen. En we hebben natuurlijk ook voor onszelf ook genodigd, misschien onze sponsoren, weet je. En dan kijk je natuurlijk nog van hoeveel ruimte is er nog. Dus het zou heel goed zijn om de registratie vooraf te laten plaatsvinden. En dat kan dan op het nummer 894-9393. Oké, 894-9393. Dan kan je een appje sturen en vragen als er nog plek beschikbaar is. En dat kunnen we dan... Ja, want vanavond is onze eerste vanavond om 7 uur bij RFG. En de andere kanalen waarop ze misschien kunnen kijken? De online, er zal live worden gestreamd. Dus we hebben een FB-page genaamd Discussieprogramma Taki, heel makkelijk. En daarop zal dan de livestreaming plaatsvinden. Dus ik raad iedereen aan om nu, as we speak, gewoon Discussieprogramma Taki op FB te checken en te liken. En de mensen die vaak op YouTube zitten, die hebben ook onze channel. Zelfde naam, Discussieprogramma Taki. En het zal ook simultaan met FB, zal hij dan ook op YouTube worden gestreamd. Dus de mensen die op FB willen kijken, checken het op FB of, op YouTube. En als je in Suriname bent, kan je natuurlijk live aanwezig zijn, maar je moet je wel registreren. Ja, wel registreren. Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat we dan in een later stadium, we checken dat even, ik wil niet eens praten over het financieel aspect, maar sponsoring, et cetera, maar we gaan dat doen. Ja, ik kan het nu, ik wil zeggen, het is de bedoeling dat we zijn gestart met iets, we willen ermee doorgaan. Ja, klopt. Maandelijks terugkerend programma worden, toch?
tot naar de verkiezingen toe. En als er sponsoren daar zijn, die zeggen van oké, ik wil een bijdrage liever, dan krijgen ze ook van ons de gelegenheid om hun logo's bij ons te plaatsen. En dan wordt er ook reclame voor hun gemaakt. Ja. Dus het is een win-win situatie voor beide partijen. Ja, klopt. Dus ja, je weet dat het is, ik noem het een woman thing hoor, want mannen zijn niet zo. Dat zijn een beetje verschillen wat dat betreft, maar ja, daarom is de ondersteuning ook om dat te entameren. Dus ja, zo gaat de avond dan ingevuld worden en natuurlijk ook de exposure geboden worden. Misschien is het ook goed om aan te geven dat we reeds gevraagd zijn geworden door Sarasonic TV. Ja. En zij willen natuurlijk ook via hun kanalen het programma uitzenden. En dat vind ik zelf top ook, want dan hebben we ook onze mede Surinamers in een keer die dan de mogelijkheid van ons programma te volgen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, toch? Dus ik zelf vind het ook heel fijn. En mensen, natuurlijk, we hebben exposure nodig. Niet alleen de exposure, het gaat om de informatiedeling. Want wie is vanavond de expert? Wie komt? De heer Edmund Neus en Sergio Akimboto. Oké, die zijn vanavond de experts. Ja. En die geven een korte inleiding waarna de discussie gaat starten. Ja. Spannend. Het wordt heel spannend. Ja. We zijn echt verrast. Ja. Ik word er ook zelf enthousiast. En weet je, er zijn alle kanten waar we op kunnen. Omdat het gaat niet alleen maar om het politieke, om het wederom te benadrukken. Ja. Er zijn ook issues waarmee bijvoorbeeld de studentenverenigingen zitten. Precies. En dan willen we natuurlijk ook een topic hebben waar dan de verschillende studentenverenigingen van ADEC bijvoorbeeld, van noem maar op, uitnodigen om te komen praten. Daarom heet het programma Taki. Kom praten, want ik weet dat dit programma een begrip zal worden. Er zijn vele mensen die met programma's bezig zijn en die ook een hele goede job doen. Ja. Dat wil ik ook benadrukken. Een hele goede job, informatief opbouwen. Maar ik weet ook dat dit programma zich ook zal onderscheiden, omdat we dus vanuit een andere invalshoek de zaken benaderen. Ja. Zoals je het zelf hebt gezegd. Het is volgens mij het eerste programma dat die tweede lijn exposure geeft. Ja. Dat we willen weten, we gaan dikken. We zijn echt met een, noem het een grasmachine, no? We willen dikken naar partij. Precies. Ja, ja. Ja. Nee, maar heel goed. Dus dat is die opzet. Dat is wat we willen bereiken. En you never know. Nee, heel, heel erg interessant. Ja. En vooral mensen die deel willen nemen. Jullie hebben al jullie informatie doorgegeven hoe te bereiken, waar jullie te bereiken zijn. Ze kunnen ook naar jullie Facebookpagina gaan. Ja. We gaan denk ik zo'n beetje afronden. Maar is er nog iets dat jullie tegen de mensen willen zeggen van hey, vanavond wordt top? Ik kan het zelf bijna zeggen, vanavond wordt top. Ja. Ik wil het overlaten aan de profeet. Ik ga deel en jij gaat dat. Ik wil zeggen, Suriname, volgt u ons. Het wordt vanavond een hele mooie en informatieve dag. Like de page van discussieprogramma Taki. U kunt eronder reageren. Heeft u suggesties aan ons? Laat ons weten. We kunnen alles meenemen. Daarom vind ik het altijd leuk wanneer je even dat je in feite alles direct meegeeft. En ik kan alleen maar ondersteunen en zeggen van hey jongens, we zijn begonnen met een mooi idee, welke is uitgewerkt nu in een programma. En het is voor Suriname. Het is niet geen enkele, hoe noem je dat, het is niet partij gelinkt. Yeah. Het is gewoon een Surinaams product en iedereen is welkom om te participeren. Yeah. Ja. Nou, dat is mooi gezegd. Dus dat heeft u mogen horen van de leden van Stichting RFG Expand. Ja. En die starten vanavond dus met een hele nieuwe discussiepraatprogramma. Nou, we ronden af. Ik ben Natasja Conrad, achter de camera Berto. Fijne dag. Fijne dag. Dankjewel. Ja.